Het gebruik van diagnostische testen zijn een deel van de hedendaagse gezondheidsoplossingen. Testen ontwikkeld door bedrijven in de biotech en de life sciences sector kunnen medische problemen in een vroeg stadium opsporen. Een goede diagnostische test dringt door tot de basiskennis van de ziekte bij een patiënt en zorgt ervoor dat de arts op een precieze en betrouwbare manier een diagnose kan stellen. En zo'n diagnose is op zijn beurt, op haar beurt, belangrijk om ervoor te zorgen dat de arts kan precies bepalen wat de gezondheidstoestand van de patiënt is. Een vroege diagnose zorgt er bovendien voor dat een aantal bijkomende behandelingen niet moeten uitgevoerd worden. En daardoor wordt de behandeling van de patiënt persoonlijker en meer gericht. In Vlaanderen zijn 250 bedrijven actief in de life sciences en biotech sector. Roche Diagnostics is een van de grootste spelers wereldwijd, met onder andere een vestiging in Vilvoorde. In Belgium we have 165 employees and two-thirds of them are having a background either in life sciences or in engineering. To bring a good test to the market, you need to have a test which is highly automatable, so that the doctors can get the results back quickly. So our engineers here in Belgium help the laboratories to set it up in a way that the workflow is very efficient. And second, you also need a high value test. It means the answers that the test is providing have to answer a very relevant medical question. For example, our HPV test helps you to determine if you have a virus that is causing a cervical cancer much earlier than the tests that we are using right now. With the advances in science and in technology, diagnostics is no longer just a stepping stone in treatment, but it is a key enabler to build a high-quality healthcare system. Elk jaar zijn tussen 20.000 en 30.000 Belgen het slachtoffer van een lichttraumatisch hoofdletsel. Meestal na een val of na een verkeersongeluk. Lichttraumatisch hersenletsels, dat is patiënten die ten gevolge van een trauma op hun hoofd een aantal symptomen zullen vertonen, namelijk verminderd bewustzijn tot maximaal 15 minuten en in verwardheid of retrograde amnesie, zoals men noemt, tot maximaal 1 uur. En in sommige gevallen zou kunnen gepaard zijn met een lichtschuwheid, hoofdpijn en braken. Ruim 90% van de patiënten ondergaat een CT-scan om na te gaan of er mogelijk hersenschade is. Maar uit onderzoek blijkt dat amper 5% daarvan daadwerkelijk hersenschade opliep. Een alternatief voor de CT-scan is een bloedtest die de hoeveelheid S100-beta in het bloed meet. S100-beta wordt aangemaakt door cellen in de hersenen. Your head is hit by a fall or by a concussion. Then this protein gets released into your bloodstream, and then you can actually measure it there. And so this is a very good indicator for your doctor if he measures S100-beta in your blood. Zodra dat de resultaten van dat type eiwitten, wat men noemt de S100, negatief zullen zijn, zijn we bijna zeker dat de patiënt geen hersenbeschadiging zal vertonen op scan. So in fact in Scandinavia the S100 test has already been integrated into the medical guidelines for diagnosing a suspected brain injury. So you first do a blood test for S100 and that helps you to avoid unnecessary CT scans because a CT scan uses radiation and radiation can be potentially harmful for your health. So if you can avoid it by ruling out a brain injury first with a blood test, it's a good way and it's also a very beneficial way for your healthcare system. Via uiterlijke tekens bij de patiënt en de bepaling van het eiwit S100-beta in het bloedserum kunnen bijna 30% van de onnodige hersen-CT-scans vermeden worden. En dat levert ook winst op voor de ziekteverzekering. Wel, die gezondheid is een zeer interessante test, omdat de kostprijs ervan volledig wordt teruggewonnen voor de ziekteverzekering, omdat we andere, duurdere diagnostische technieken kunnen vermijden. En zo hebben we kunnen berekenen dat we per patiënt ongeveer 300 à 400 euro besparen voor de ziekteverzekering. En op het niveau van het land komen we aan een 7, 8 miljoen euro per jaar besparingen. Het gebruik van S100 bij patiënt laat ons toe om de patiënt zo snel mogelijk te ontslagen uit het ziekenhuis met toch een vorm van zekerheid. En ten tweede gaat ons eigenlijk bekomen dat we meer vrijbedden kunnen hebben voor zwaar zieke patiënten.